Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Nou, we zijn allemaal al lekker aan de slag, hè? Ik ben hier al wat onderdelen aan het snijden. Kijk, hier liggen het een en ander. Ik ben een hulpstukje aan het maken om deze plaatjes om deze te gaan persen. Kijk, dit zijn die plaatjes van de rupsen van de wiezel. Daarmee gaan we die rubberen band op zijn plek houden. Dat wordt straks wel duidelijker, denk ik. Maar dan moeten hier van die randjes aan worden gebogen. Deze hebben we even in de bankschroef gedaan. Gewoon een beetje met een hamer en zo. Maar ja, zo gaan we dat natuurlijk niet allemaal doen. Het stukje is te kort om het tussen de zetbank te doen. En het zijn er ook veel te veel. Dus daarom heb ik iets bedacht. Kijk, I show you. Nou, ik ben weer even lekker aan het onshapen geweest natuurlijk, hè. Kijk, ik had het zo bedacht. Kijk, dan hebben we hier in het midden hebben dat stukje blik waar we willen gaan plooien. En dan hier een bult en daar een randje. Dat komt dan, die kan natuurlijk ook nog. En dan persen we dat zo op elkaar en dan zou die in die vorm moeten komen. Zo eigenlijk. En dan hydraulisch en nog een beetje fancier dan dat hier nou staat. Maar dit heb ik even getekend om de onderdelen ook te kunnen snijden. Dus ik heb hier, kijk zie je, dat is die plaat die hier bijvoorbeeld al ligt. Er zitten een paar andere platen. Ja, dit is altijd handig om dit zo als een samenstelling te tekenen. Want dan kan je namelijk die onderdelen gewoon op elkaar leggen in de tekening. Dan kan je die gaten mooi centreren op elkaar. En dan hoef je niet alles afzonderlijk te bematen en te controleren of het allemaal past. Dan kan ik de tekening al zien. Super handig. Nou, daar kan ik een plaat van 4 mm snijden en dan heb ik het helemaal compleet. Dan kun je het in elkaar zetten, kijken of het werkt. Hey, ondertussen, hè? Over in elkaar zetten gesproken, hè? Ja. Ja, Tom. Dat wordt hem, dat wordt de steun voor de oliepomp, hè? Ja. Het begint er al mooi uit te zien, dit. Ja, en? Straks draaien? Ligt eraan of hij doet, hè? Weer. Oh ja. Hij loopt niet, hè? Nou. Oh ja, dat is waar, ja. Hij is kapot gerepareerd. Ja. Oh, verrek, ja. Oh, dan moeten we daar even naar kijken. Ja, hij liep op 3 cilinders, maar nou is hij in ieder geval meer consequent. Nou loopt hij in ieder geval op alle 4 de cilinders niet. Ja, ja. Dat is dan een vooruitgang, wat dat betreft. En ik was het niet, trouwens. Nee, ik ook niet. Ik zal er vanmiddag nog even naar kijken. Ja. Maar ik ga eerst dit even afwerken. Dat... Ja, want ondertussen, pas op, niet achteruit lopen, Ivo. Ja. We gaan daar kijken. Dat? Wat is dat? Oh. Robby is ondertussen alweer hier. Ja, Robby die was hier al driftig aan de slag. Nee, hier al, die was volop aan het borstelen, ja. Daar hebben we ook die plaatjes voor nodig. Dus kun je nagaan, per rupsplaat moeten er 2 van die plaatjes op komen. Dus dat zijn er nogal wat. Dus die moeten allemaal zo'n hoekje krijgen. Nou, dat is omdat hier een rubberen band tegenaan moet komen. Kijk, hier zo, hier gaan we een rubberen strook naast schroeven. Die hebben we al. En die moet natuurlijk aan die rupsplaten worden bevestigd. Zouden we kunnen doen met sluitringetjes. Dan zal het best wel even goed gaan. Maar ja, dan wordt het toch behoorlijk aan de rubber getrokken natuurlijk. En die sluitringetjes die zijn ook wel scherp. Dan gaat die rubber kapot snijden. Dus daarom dat wij grotere plaatjes willen maken om ze op te sluiten. Ik viel niks tegen. Dat is best vlot gegaan eigenlijk. Ja, je zit wel helemaal onder het rubber, maar ja. Tja. Ja, alleen deze hoekjes even een beetje nog bijwerken met de naaldhamer. Ja, maar die moeten we dadelijk wel binnenleggen. Ja, anders gaat hij weer roesten zonder, ik wou net zeggen, dat, zonder van het werk. Ja, ja toch. Ja, mooi hoor. Een paar groene en een paar zwarte onderdelen. Ieder een eigen groep. Ja, de tankdekstukje heb ik aan de binnenkant gewoon blank gehouden. Ja. Kunnen we eventueel van die... dat weet ik niet. Ja, wel beter in ieder geval. Daar! Daar is de meneer van de Brommer. Oh. Hi, Fabian. Ja. We hebben jij nou voor een schitterende moped meegebracht. Zeker. Gaan we daar crossen? Als hij doet wel. Ja. Hij doet het niet. Nee, nog niet, nee. Alles heb ik schoongemaakt. Daar kan je goed schoonblazen, ja. Ja. Kijk of dat je... Fucking setje moet je even zoeken nog, denk ik, hè? Ja. Hey. Ligt hier. Oh! Oh ja, die uitlaat komt aan de bovenkant eruit. Nee, hij is op de top. Oh, toch? Ik wou zeggen. Ja. Oh ja, inderdaad. Ziezo. Nou, laten we gauw verder gaan met snijwerk en daar het plaatje persen. Tenminste, plaatje persen, want er is nog maar 1. Maar dan weten we in ieder geval of het werkt.
Even kijken, het gebakje in elkaar zetten. Even ronde kantjes aanmaken nog. Ja, dat moet wel worden zoiets, denk ik. Alleen hier nog een plaatje van 2 mm tussen leggen als aanslag misschien. Of 1, mag ook wel. Ik heb eigenlijk niets voor te stellen. Dat zou ik maar doen, want je hebt het allemaal zo netjes zitten maken. Je hebt het allemaal veel te netjes zitten maken, man. Die zwarte laag ligt hier nou of niet? Wat? Waar heb jij het over? Ja, precies. Of hij het zwart moet maken, ja of nee? Zwart! Ik hou er niet van als je alles maar zwart maakt. Je moet niet iedereen zwart maken, dat is niet leuk. Ja, dan kan ik deze gewoon even inleggen en hier alvast even tussen de bankschroef persen kijken wat er gebeurt, hè. Oh ja, vormt hem zo al. Dat valt wel niks tegen. Oké. Even iets bovenop leggen dat hij de kracht een beetje verdeelt. Ah, deze. Zo, kijken of ons principe een beetje werkt. Oké, even kijken. Nou, dat is eigenlijk best goed. Want deze was niet ver genoeg. Kijk maar nou, en rond ook gewoon, hè, dit. Ja. Dat is goed. We gaan deze ook gelijk nog even een keertje opnieuw persen. We moeten gelijk een beetje smeren. Maar hij is nog niet klaar, hè. Er komen nog veertjes in en zo. Er moeten nog glijdingjes opkomen, maar... Oh, mooi. Nou zijn ze in één keer al bij hetzelfde. We moeten het verse plaatje even halen. We kunnen er echt eentje helemaal vanuit niks persen. Kijk, hier moeten we dus eigenlijk een paar positioneringsdingetjes voor hebben. Die kan ik misschien wel gelijk aanzetten. Daar hoeft eigenlijk niks voor te stellen. Het kunnen gewoon sluitringetjes zijn die ik met een hechtje vastzet. Als ze maar dunner zijn dan dit. Zo. Komt ook allemaal niet op de millimeter natuurlijk. Hey, zie je? Kijk. Een beetje speling. Maar zo kunnen ze in ieder geval gewoon ongeveer op de plek leggen. Ja, deze krijgen daar een geleiding ten opzichte van elkaar. Laten we het gelijk proberen. Kijk, Robin. Loopt hij gesmeerd? Er zit denk ik vuil in het malletje daar. Ja? Zo is het kunnen. Oké. Even zien. Hoi. Precies zoals we willen. Is goed denk ik, hè? Kijk. Even een boutje eronder. Sluitringetjes dat hij centreert. Kunnen zo erin gooien zonder te kijken.
Mooi. Nou, nou dit is perfect zo. Ja, dit... Kijk, en je kunt ze eventueel allemaal nog een keertje zo even zo... langs de wandschuur misschien dat dit scherpe randje nog weg is. Ja, maar dat hoeft denk ik niet. Ja, het is een beetje... Dan moet je al behoorlijk... scherp gaan plooien, hè. Ja, 110, nee 220 voor hadden we nodig. Oeh, 55 platen per rups, 2 per plaat, is 220. Ja. Wie wil daar komen persen? Nee, maar we moeten eigenlijk gewoon kijken dat we die pers eventjes wat sneller kunnen maken. Ja, je had toch die elektrische pomp? Ja, maar hij moet eigenlijk ook zo, we willen hem eigenlijk ook zo maken. Hoor. Met hem, op zich gaat het ook wel redelijk snel hoor, zonder gekheid. Ja, maar als je die elektrische pomp hebt. Ja. Dat gaat ook wel. Ja. En dan hoef je niet meer te doen dan dit. Kijk, die stempelveertjes erin, die buisjes erin. Ja. En dan, dan gaat hij uit zichzelf ook steeds open. En dan kunnen we een palletje maken waar dat plaatje achter blijft zitten als hij nog recht is. En als hij dan gebogen is, dan valt hij er doorheen. Dan kun je hem gewoon persen. En als hij dan open gaat, valt hij eruit. Ze steken net een beetje uit. We kunnen dan nog wel sluitringetjes onder gooien om nog meer op spanning te zetten. Ah! Ja, we gaan hem niet zwakker stellen hoor. Dat moet ik gewoon zo doen. Hebbers. Oké, dan blijven we plakken. Er moeten meer ringetjes onder, want nu is het te weinig, denk ik. Dat is wel goed, dat komt daar gewoon vrij. Meer moet daar niet zijn. Het enige wat we misschien nog even moeten doen is hier een paar hoekjes erin lassen. Nou, dat die altijd mooi recht tegenover elkaar zitten. Zo, een beetje meer weerspanning. Vul hem gewoon uit. Oh, anders gaat hij heel ver open. Dat is eigenlijk te ver. Dat is te ver. Zo, zo is hij perfect. Ja, kijk maar. Dat is goed. En dat kan natuurlijk. Als ik nou hier die gaten doorboor en ik doe daar boutjes in, dan kan ik hem zelf zo afstellen dat hij ook niet verder open gaat dan wat ik wil. Halen, of kan je dat zelf misschien? Tom! Jo! Zo. Nee, die ga ik zo wegzetten, alleen ik had hem daar neergezet. Het weer niet opgeruimd? Nee, ja, maar nee, dat opruimen dat moet hem wel. Kan ik zal hem zo warm zijn oren geven. Doe dat. Dat vind ik niet fijn. Hij is schoon. Oh ja. Zal ik hem in die grondverf zetten of niet? Dat hele ding misschien wel zelfs. Ja, dat kan ik wel doen. Ja, daar moeten we iets van een seal mee bedenken, hè? Want dat ding regent anders gewoon vol. Gewoon een dakje daarboven, hè? Dat is het beste nog. Toch? Ja. Oké, go do it. Hey, jongen. Woe. Woe, yeah. Ja, dat is mooi. Dan kunnen we daar gewoon assembleren. En dan blijven alle stukjes bij elkaar. Dat is ook wel handig. Ah, mooi hè? Dat doe je goed, hè? Ook zeggen. Lekker kwasten. En we kunnen de originele slangen gewoon mooi gebruiken. Het enige wat ik er nog tussen moet voezelen, voordat ik hem helemaal aan kan sluiten, is die, of dat drukregelventiel. En als dat ertussen zit, dan zou je zeggen dat het goed moet zijn. Kijk, dan voorkomen we dat het hele ding uit elkaar knikkert. Dat de veertjes kwijt zijn. We hoeven hem ook niet uit elkaar te tillen, want dan drukt hij zijn eigen open met die veertjes. Hè? Oh, wat een luxe ding. Lastig toch? Nee, natuurlijk niet. Je moet gewoon zorgen dat je gewoon de juiste fittingen bestelt, man. Waarom heb je dit nou weer zo gedaan? Ja. Onderop, man. Je kunt dat toch gewoon, dan zet er een stuk leiding tussen. Ja, maar we hebben geen dingetjes daarvoor. Geen snijdingetjes en zo.
Heb jij weer te weinig spullen besteld? Nee, dit heb ik niet eens besteld. Nee, nou, ja, anders was het geen probleem. Als je die had besteld, dan had je het gehad. Ik las ze gewoon aan elkaar. Niks ervan. Wel ervan. Nee, je gaat gewoon zorgen dat je goede dingen hebt. Ja, maar moet dan bestellen en dan morgen verder, of hè? Ja, dat wordt dan. Jij moet gewoon de goede dingen bestellen, hè? Maar ik weet niet welke schroef daar. Dat zie je, dat is een snijringkoppeling, toch? Dat is gewoon, dat is een... wat is dat? Een 10L of zo? Ja, maar kijk, ik moet daar 15L hebben eigenlijk, dus... anders moeten we allemaal andere leidingen gaan bestellen. Andere leidingen bestellen? Ja, dan moet vanaf dat drukventiel moet er nog een extra leidingje. Ja, maar dan kun je toch gewoon een mooi verzoenen vragen. En dan zorg je toch gewoon dat je een goede hebt die daar aan kan en dan het stuk waar je naartoe wil. Ja. Dat is niet oké. Hé! Hey. Ja, joh! Piep, piep! Daar is hem. Ik denk dat deze alleen beter vastgelast moeten worden. Maar ze zien vanzelf wel als uit elkaar springen als we ermee bezig zijn. Zo, dan krijg ik mijn hand niet. In elkaar gedrukt. Ja, maar dan moet je het met de pers doen. Dan doet hij het. Daarom heb ik een persmannetje. Zo is dat. Nee, dat heb ik gezien. Zo joh. Hij is gewoon helemaal in elkaar daar. Brandstof erin. Dat is netjes. Kijk. Oh. Yeah. Nou, gaat hij nou makkelijk open? Hé, hey, kijk eens. Zo, hé. Hey. Nou, moet je even kijken, Robby. Moeten we die plaatjes hebben, joh? Dat gaat ze mallen zo. Ja, hier, kijk. Hop. Het is feest. Dan gaat hij zelf uit zichzelf open ook. Oh. Oep, dicht. Hop. Open. Ja, wat mooi. Nou, ja. Ja, waar zijn de plaatjes nou? Ja, dat zei ik ook al. We moeten snel die plaatjes hebben. We gaan gelijk nog een paar maken, Robby. Ja, als jij dat wil. Want deze zijn ook meteen een goede katerpatroon opgeschoven. Ach. Ja, snij erbij. Zo. Nou, eens kijken of dat dit werkt. Ik heb hem hier klaar hoor. Hey, kijk. Oh, mooi. Even een beetje smeren ook, hè. Wacht even. Denk het wel. Nou, nou eens kijken of dat dit gaat. Ik pak een stoel bij. Ja, ik moet alleen aan de in het midden moet ik eigenlijk ook nog een paar geleidenokjes hebben. Want ik vertrouw hem nou niet helemaal in het midden. Of dat hij daar nou ook echt op zijn plek zit. Yep. Hij gaat wel vol staan. Ah ja? Ja. Inderdaad. Je moet misschien even een bredere plaat tussen. Ja, denk ook. Eens even kijken, want dan ga ik hem kunnen doordouwen met deze. Hij klemt hem. Hij moet hem beter ondersteunen gewoon. Komt omdat deze hol is nu, zie je dat? Ja, maar een klein beetje klem.
Als je nou... Hier even een paar ribben oplassen. Zo'n blokje ertussen legt. Of een blokje met vier hapjes eruit. Ja. Ja, of gewoon zorgen dat we daar even wat extra materiaal op lassen. Al is het maar gewoon een paar kruisen eroverheen. Ja, die past net niet, helaas. Ja, en als je daar nou eens vier hoekjes uithaalt, dat die wel past. Ja, dan past die, dat zouden we net gaan, denk ik. Zo, gelijk onze tool terug vlak persen. Zo, niet verder open doen. Ik ben benieuwd, zou die nou weer makkelijker uitkomen? Ja, kijk eens. Ja, alleen hij gaat scheef nou. We moeten toch gewoon even zorgen dat we die ene plaat goed laten passen, want hij is, deze stempel is een beetje gebogen namelijk net. Pers hem even terug recht. Hij was krom gegaan. Je hebt het klein gemaakt, Emiel. Wat? Past helemaal niet. Wat is dat nou weer voor? Shunbox. Maar dan moeten die niet op, Robby. Oh! Dit staat toch niet voor? Nee, deze moet wel. Het is maar goed dat we een paar boutjes extra besteld hebben. Dat past precies hierin. Even kijken. Ja, we gaan even verstevigen hoor. Oh, dat is sterk. Hapje. Zo, gewoon een hekje geven. Ja, ik ben flink opgeschoven, dat is al taai, hè. Even rustig afkoelen zo. Ik heb de boel even op elkaar gezet. Dan kunnen ze elkaar nog lekker een beetje warm houden. Dat het niet in één keer als een malle afkoelt en allemaal gaat trekken. Ja, dat ziet er allemaal goed uit volgens mij. We hebben nog één plaatje om dit te proberen dadelijk. En dan is het, dan moet je het gewoon voor het echt doen. Kun je deze er even mee naar achteren houden? Oh, wat ruimte in één keer hè? Ja. Hij dit past, was eerder verhuurd, maar dat is nu leeg. Dus, voor één tip, niet om die flexibalk doorrijden met dat ding. Oeh, joh. Dat raakjes. Inderdaad, joh. Ik had er niks over. Zonder gekheid. Zouden we die stomme buizen niet helemaal af kunnen halen van dat ding? Ja, dat kan. En gewoon alleen die bek daar erop zetten. Volgens mij gaat dat gewoon. Volgens mij is dat hetzelfde, zie je dat? Ja, dat gaat niet mee. Maar ik zou deze niet te dicht in de hoek rijden, hoor, want deze heb ik binnenkort toch nodig. Kijk of deze het nog doet, hè? Oh! De kinderen hebben erin gezeten, hè? Er staat alles aan. Hey. Fiesta!
BMW Power. Ah. Oepsie. Dat is wel een goede hak. Oké. Okay. Jongens, schat af, een beetje die klas in de tand alsjeblieft. Yes, yes. Brum, brum, brum. Kijken of dat je het nog doet. Blaast hij al het water wat er ingereden is, dan gaan we niet van meteen eruit. Ja, we lag een rooster op, hè? Met die ding. Ja, maar dan lag er iets meer op. Oh. Nee, maar toen hebben we hem nog gestart bij die school, hè? Ja, maar na de rand toen die truck was gebracht, heeft dat er niet opgelegen. Oh, ook niet. Andere dicht doen. Zo, we zijn nou Luca. Ja, goed. Geweldig. Ah, kom terug. Ah. Kun je weten, ah, je kunt hem wel optillen. Hey. Lekker de heftige twee laten doen, ja. Ik maak nog wel. Overeind. Dan zo erop, ja. Ja. Een beetje door. Ik ook nog een beetje door. Dat is goed. Ja, ja hoor. Ja. Oh. Okay. Goed. Laten we het meteen proberen. Even nog maar thuis. Oh, oh, oh. Zo. Even kijken. Ja, in principe mag hij gewoon zo zitten. Schuif hem erin. Hij is gelijk gepositioneerd nou. Nou, dan gaan we met hem persen. Zo. Ik denk eigenlijk dat we hem al hebben nu. Hij zakte nog bij de laatste keer. Ik hou dat niet meer. Oké, draai maar open. Nou, hey, en dan kan, ja, ik heb nou geen tweede plaatje, maar anders zou ik een tweede plaatje douwen hem zo erin. Hé, hey, kijk eens. Hij komt er gewoon los. Hé. Hey. Hij is gewoon warm van het persen. Zo, dat is gek hè, die hitte die eraf komt. Ja, maar die gaat geweldig. Maar dan kunnen we gewoon die nieuwe plaatjes hier op een rij zetten. Zet er gewoon een emmer. En dan duwen we hem gewoon woep, doorheen. En dan moet het enige wat we misschien moeten doen is dan even onze pneumatische pomp opzetten. En wat ja. We ook kunnen doen is die druk van die pomp gewoon terugschroeven. Dat hij hem niet over de jank drukt. Dat hij ook gewoon niet veel ja, verder kan dan hij kan. Zeg, kan geen kwaad, het is onmassief. Drukt niks kapot. Ja. Ja. Tegen de tijd dat die vastzetten, dan heb je nieuwe plaatjes wel. We hebben ze de 6. Deze zijn korter, hè, trouwens, Robby, zie je dat? Die nieuwe? Ja. Oh, je hebt gewoon plaatjes korter gemaakt. Ja, ja, ik heb hem gewoon korter gemaakt. Hier. Kijk, dat is perfect. Ja, ja, die moeten gewoon een heleboel hebben. Nog 217. Ja. Verdorie. Hier, deze kant. Hé joh, daar zitten gewoon al elektrische componenten in. En hij zit er weer op. En die zit erin. Ja. Luchtfilter. Moet een brandstofpompje, moeten we er nog even eentje bij pakken.
Hier kunnen we dan kunnen we een beugeltje van maken. Ja, even kijken waar de brandse filter hoort te zitten, want dat weet ik dus niet. Ja, even een keer een boek koekeloeren. Ja, het lijkt dat die hier zit een gat voor die leiding of zo. Ja, een brandse filter heeft twee gaten om de beugel vast te zetten. Hmm. Bij de Willys, bij de GMC, bij de halftrek. Die ligt daar achter jou, ik kan het. Er komt geen gatenpatroon tegen wat overeenkomt. Hoe we dat dan doen met de beugel, want dan zit hij op de rand. Daar misschien hier een klosje tussen maken of zo. Ja, wat we kunnen doen is natuurlijk gewoon een extra bakje maken dat in dit bakje past. Ja, dat ja hij zo. In, dat hij gewoon in het midden staat hier. Ja, en dan kun je hier nog net, misschien net wel bij. Anders zit hij niet vast. Er moet er eigenlijk twee in staan, wil het werken, die steun zo. Maar ja, daar gaat niemand meer 2,6 volt accu's in zetten. Dat is, Nou, puristen denk ik wel. Ja, dan ben je die zijn er ook zat. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Even kijken bij Fabian. Fabian. Hallo. Hoe gaat het hier? Ja, ik ben weer terug in elkaar zetten. Hé joh. Oh, inderdaad joh. Je hebt natuurlijk nieuwe pakkingen. Uitlaatpakking heb je ook. Ja, ik heb een pakje. Kijk, super. Oh. Even nieuwe zonnetjes hebben, want de zonnetjes zijn weer afgebroken. Oh ja, maar die hebben we wel. Ja. Kijk hier, daarom kun je beter mengsmering erin doen, hè? Kijk eens hier, heb je dit gezien? Heb je dat hele lullige riempje daar gezien? Ja. Een stom, pielig tandriempje. Ik zal even bijlichten. Maar hij doet hem hier automatisch mengen. Ja, kijk daar. Maar zie dat riempje daar? Dat is de aandrijving van je oliepomp, hè? Als het riempje kapot gaat, dan doet je het gewoon niet meer. Dan loopt het ding gewoon in soep. Ja. Gewoon, weet je wat je gewoon moet doen? Je moet gewoon zo'n kannetje van die mengsmering halen. Maar daar staan gewoon de schaalverdeling op, hè. En dan tank je gewoon zoveel liter en dan giet je gewoon genoeg olie erin. Scheur dit. Gewoon over zand wegkosten. Nooit probleem. Automatisch. Heeft hij altijd olie. En als je geen olie hebt, dan heb je ook geen benzine. Dus dan doet je het niet. Loopt er nooit meer soep. Echt op, moet je doen. Goeie tip voor iedereen die met brommertjes rijdt. Gewoon zelf mengen. Niet vertrouwen op dat lullige pompje wat erop zit. Want je ziet het, hè. Er zit een riempje dat is te vergelijken met een boterham elastiekje. En als het kapot gaat, dan is het gewoon klaar. Oké, okay. Wanneer ben je er weer, Fabian? Geen idee. Wanneer ik weer tijd heb. Wanneer ik weer tijd heb. Fabian. Maar hoe kan dat? Kunnen we de motor van de tanker niet inleggen? Want jouw brommer hangt eraan, aan de kraan. Ja. Ja, dan leggen we de motor van de brommer in de tank. Ik denk dat ik hem gewoon meeneem wel terug. Oh joh! Maar dan gewoon in onderdelen. Oh ja, kan natuurlijk ook. Dan is het thuis goed bij elkaar. Oh ja. Ja, zeg, want dan kunnen we niet crossen. Zeg maar aan de kant hier. Kijk maar wat je wil. Je kan als je een kratje hebt, kun je wel een onderdeeltje erin leggen en zo. Dan kom je het toch binnenkort weer verder afbouwen. Dus, hey, tussen jou Fabian, zeg maar. Jouw feestje. Zo is het. Ik moet wel gebak meenemen. Maar nee, als die rijdt, kan ik altijd terugkomen, hè? Ja. Om te crossen. Ook wel. Het is best, deze brommetjes zijn best wel leuk, omdat het variomatisch is ook. Ja. Dat harder dan jouw crossmos. Dat denk ik wel, want die gaat nou voor nul. Nee, jawel, hij gaat op zich wel 15 kilometer per uur, denk ik, maximaal. Oh. Maar als dan het gas loslaat, dan... Dan zakt hij helemaal in, ja. Dat is geen crossmos, dat is een slowmos. Ja. Echte slowmos. Echte slowmos. En de ketting was er ook nog af, dus... Oh, ja. Ook dat nog. Hé, we gaan het afsluiten. Het is mooi geweest, dus... Tom is daarachter ergens. Ja, die ook. Hey, dus je gaat het afsluiten, Tom. Oh nee, wacht, ik kom eraan. Ah, ja, klopt. Ik heb jouw onderdeeltje besteld, hè. Dus morgen is het als het goed is binnen, hè. En dan gaat hij naar rijden, die Volvo. Morgen gaan we aan het lopen maken, die motor. Ja. Nou, ik moet terug. Hey, hoor daar. Dus, ik zou zeggen, allemaal bedankt voor de assistentie en de gezelligheid. Zeker. Hey, en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe. Houdoe. Houdoe.